Het is 9:30, zaterdagochtend 4 juni. Onze open dag is net van start gegaan. En ik sta hier nu in station Vijzelgracht met projectleider van de roltrappen, Harry Beukenveld. Hoi Harry. Goedemorgen. Ja, we zijn hier in station Vijzelgracht. Hier rechts en links van jullie zien jullie de grootste roltrappen van de Benelux. Speciaal voor deze dag hebben we die in bedrijf gesteld. En daar mogen vandaag duizenden mensen overheen. Wat vond je ervan, van station Vijzelgracht? Ik vond het apart. Ik vond het echt veel groter dan ik had verwacht. Ik ben natuurlijk de metro van Amsterdam en Rotterdam alleen maar een beetje gewend. De huidige metro van Amsterdam. En dit is toch wel, toch wel wat hoger qua plafond en ook wat dieper qua roltrap. Dus je komt naar beneden en je denkt van oké. En dan kijk je terug en dan kijk je omhoog en denk van zo. Het is toch aardig dieper dan je dacht. Zeg ik klusje klaar en rijden maar. Zo grappig, net zei ik ook tegen hem van het was eerst eigenlijk een soort van concept in mijn hoofd. Hè? Noord-Zuidlijn wordt er ook over gesproken, maar het is wel leuk om dan echt te zien van het is er echt en hoe ziet het eruit. En denk je dat je straks ook vaak gebruik gaat maken van de Noord-Zuidlijn? Ik denk niet zoveel, nee. Toch de fietsen? Ja. Ja. We staan nu in Centraal Station. Vaste volger Henri van der Pol is er ook bij. Die kwamen we spontaan tegen. Wat vind je ervan? Nou, ik ben ontzettend trots op wat de bouwers tot nu toe hebben bereikt. Het ziet er echt fantastisch uit. Heel ruimtelijk, heel open. Heel sfeervol vind ik het ook. Verbaasd over hoe ver het al af is. En echt een grote pluim voor de bouwers. Superleuk. En zeker als je het jaar hebt gevolgd, dan is het echt een prachtig resultaat. Ja, dat vind ik ervan. Ja, leuk. Jullie ook onder de indruk? Imposant, inderdaad. En mooi. Ruimtelijk. Ja, ziet er goed uit. Ga je hem later ook vaak gebruiken, denk je? Nee, vaker op de fiets. En jij? Ja, ik wel. Ik ben heel erg benieuwd hoe het dan uiteindelijk ook echt is als hij als gaat rijden. Natuurlijk, ja. Ik weet al heel veel. Elke stad heeft een andere en dat is altijd waar de mooiste. Dat is toch de mooiste. Mevrouw, wat vindt u ervan? Nou, ik ben helemaal flabbergasted. Het is zo ruim. Het doet heel grote stadsachtig aan. Een beetje New York-achtig, alhoewel ik daar nooit geweest ben. Ik ben er net, dus ik moet nog eventjes alles tot me door laten dringen. Ik had mijn twijfels ten opzichte van de metro, want ik woon in de Pijp en daar hebben we heel veel last. Maar ik ben een aantal keren naar beneden gegaan toen dat kon. En ik vind het geweldig. Ik vind het superieur. Ik ben echt een aanwinst. Wij kunnen straks hier snel met de Noord-Zuidlijn. Dat is vrie, dat is raar, dat is reuze fijn. Wij willen eens in de file tussen automobielen. Maar in de metro moet je zijn. De auto is uit, vandaar dat ik besluit. Ik neem de metro.